Als jij nog heel erg veel diesel gaat verbruiken en alleen maar nieuwe kleren koopt. Op vakantie, wintersport 3 keer per jaar. Nou, dat zou ik wel bang worden van de hel als ik jou was. Nieuws. Seks, drugs en rock'n'roll. Nou, dan denkt u natuurlijk maar aan één festival, namelijk Groengelovig. De plek waar christenen massaal samenkomen om daar de plannen van God te bespreken met betrekking tot het klimaatprobleem. Save the world, save life, I save you, you save me. Save the world, save life, I save you, you save me. Ik denk dat God huilt over de manier als je mensvormig over God wilt praten. Dat hij huilt over wat hij nu ziet, wat wij ervan gemaakt hebben. Een zootje eigenlijk. Stel je voor, je hebt zelf iets moois gemaakt, weet je wel. Je hebt een trui gebreid of je hebt iets gecreëerd. En iemand anders komt en die maakt dat kapot. En je hebt daar je zielenzaligheid in gestopt. Maar dat was misschien ook wel een hele lelijke trui. Nou ja, dat is een kwestie van smaak natuurlijk. Hoe moet ik dat dan zien, zeg maar? Ik bedoel, ik hou van dieselmotoren. Ja. Ik hou van nieuwe kleding. Ja. Wordt het allemaal massaal afgekeurd hier? Ja, nou nee, het wordt niet afgekeurd. In de zin van, ja, uiteindelijk kan het niet meer. Ja, dat is gewoon de realiteit. Maar kom ik in de hel? Dat hangt er vanaf. En om dan even een opsomming te geven aan dingen wat wij moeten inleveren. Ik bedoel, ik heb allemaal nieuwe kleding aan. Die heb ik allemaal via internet besteld. Dus allemaal met een busje bezorgd. Nou, mag dat nog? Nee. Nee, dat mag niet. Dieselauto's, dieselmotoren. Nee. God vindt dit en ja, God... Ja, dat is het echt, ja? Doemenis, dat proef je hier denk ik ook wel. Behoorlijk, ja. Nee, totaal niet. Nee, ik denk dat juist de christelijke groene gekkies, om het maar even zo te zeggen, dat zeg maar een beetje de lieve kant ervan. Die willen het allemaal niet afdwingen, maar die willen het wel voorleven. Die blokkeren geen A12 bijvoorbeeld. Nou, sommigen wel, maar die doen het dan ook lief, weet je wel. Van als de politie komt, oké, ik ga wel mee. Broodje hamburger tussen of is dat er niet bij? Nee, dat zit er echt niet bij. Gelukkig niet. Maar ik denk dat God ook ons oproept om genoeg te nemen met wat we hebben. En ik denk dat, als je kijkt naar de vleesindustrie, dat we daar vaak wel iets verder gaan dan alleen maar datgene wat genoeg is voor ons. Zou ik het zo zeggen? Als jij nog heel erg veel diesel gaat verbruiken en alleen maar nieuwe kleren koopt. Op vakantie, wintersport 3 keer per jaar. Nou, dat zou ik wel bang worden van de hel als ik jou was. Maar als je een beetje inhoudt en ook nog een beetje liefdevol met je naasten en met de natuur omgaat. Hè? Wie weet, knijpt Petrus een oogje dicht. En kan je de hemel binnenwandelen? Wat is er voor nodig geweest om deze koffie te drinken? Dat vind ik wel interessant. Ik ben een beetje afgeleid. Het alarm gaat af. Ja, jij gaat dit ook helemaal niet uitzenden. Maar... Oh, het alarm gaat af. Wij moeten met spoed het pand verlaten. God heeft het niet goed voor met de mensen, merk ik al. Ik breek er al paniek uit. Het is loos alarm. Kom terug naar uw ruimte. Ach, het is loos alarm. Wat jammer. Wat fantastisch dat jij het hebt volgehouden tot het einde van dit hoogwaardig journalistiek item. Voor meer... Abonneer en volg ons op de socials.